Zelf naar Stefan Vriel, want die staat bij trainer Bert van Lossen, trainer van Weespen. En ze gaan nabeschouwen. Goedenavond, jongens. Ja, goedenavond in het donker op dit sportpark bij SOS. Ja, trainer Bert van Lossen, een avondwedstrijd. Wat uiteindelijk in het donker wordt uitgespeeld. 3-3 op basis van beide helften. Misschien wel terecht, maar ik had toch wel het gevoel, jullie hebben niet slecht gespeeld. Dat had misschien meer ingezet. Ja, als je met 3-1 voor staat en met 2-0 voor staat, dan weet je dat de tegenstander ook wat gaat doen. En de teleurstelling is wel groot in de kleedkamer. Dan zeggen ze van ja, misschien hadden we wel meer naar voren moeten voetballen. We staan met 2-0 voor. De tegenstander gaat al voor dus 2 keer wisselen. En die gaan er dan een aanvaller bij zetten. Ja, je wordt vanzelf naar achteren gedrongen. Op een gegeven moment moet je fases moet je slim zijn. Waar de 3-3 uitvalt. Die bal die moet je gewoon het stadion van Wissel uitschieten, zoals dat mooi heet. Maar ja, dat heeft dus met onervarenheid te maken. Dat doet Niels Niemeyer zijn hele leven niet weer. Denk ik. Ja, dat mogen we ook hopen. Ja, ja dat maar dat zijn dan kleine dingen. En je moet dan één in de omschakeling, moet je daar een geluk hebben dat je 1-4 maakt. Zij maakte ook al heel vroeg de aansluitingstreffer, de 1-2. Maakte zij ook de fout op waar wij een strafschop op krijgen, wordt het dan 1-3. En toen dacht ik van, de wedstrijd is nog niet gelopen. Maar al met al 3-3, ik denk, het is zuur voor ons, echt zuur voor ons. Maar als je heel reëel bekijkt, eerste helft voor ons, tweede helft voor Wissel, denk ik dat ik dat het 3-3 wel een terechte stand is. En nu is het even zuur, maar als je er morgen naar kijkt, dan kijk je er denk ik anders tegenaan. Maar goed, reëler kan ik het niet maken. Nee, want in die zin, je geeft aan de ploeg baat. Op zich is dat natuurlijk gezond, om zo te zeggen. Dat ze liever hadden van de raad meer ingezeten. Dan de schemer, die heeft natuurlijk ook wat invloed op het spel. Dan moet je, hun waren heel slim op afstand proberen. Daar hebben ze misschien de kwaliteit ook voor. Jullie waren voetballend aan het zoeken. Ja, dan valt dan inderdaad uit een schimmetje, misschien een miscommunicatie bij jullie dan die goal uit. Dat is dan wel zuur, maar het is niet in het voordeel geweest van de keepers deze schemer. Ja, we hadden in de slotfase nog de 4-3 op de schoen. Volgens mij Giel Schutter. Dan heb ik fantastisch gewisseld wanneer hij hem binnen schiet. Maar goed, de schemer. Ik ga hier ook niet voor 7 minuten weer terug naar Wissel. Ik heb ook wel tegen de scheidsrechter gezegd van, joh, niet te veel blessuretijd. Wat willen we? Uiteindelijk 3-3. We hebben weer niet verloren. We zijn 6 wedstrijden ongeslagen. We hebben onszelf weer eens tekort gedaan. Maar aan de andere kant, tegen SUL hebben we geluk gehad. En nu hebben we ook geluk gehad. We hadden het beter misschien uit kunnen spelen. Maar ja, je kan wel naar je eigen spel kijken, maar je hebt ook met het spel van de tegenstander te maken. En die hebben gewoon alles of niets gespeeld. En dan word je ook achteruit gedwongen om achteruit te lopen. En dat hebben sommige fases goed gedaan, sommige fases niet goed. En uiteindelijk 3-3, kan er wel mee leven. Ja, zondag naar de kop lopen en ik denk ook uiteindelijk, normaal gesproken, de kampioen Apeldoornse Boys, dat wordt geen makkie. Nee, maar ik kijk naar plek 4, daar kijk ik naar. Daar kijk, volgens mij 4 ploegen kijken daar op dit moment naar. Nou, Wissel kijkt daar denk ik ook wel een klein beetje naar. Met een schuin oog Marienheem. En er komt er nog één ploegje bij, denk ik, SDL. Een van die 4 ploegen gaat na de tijd meedoen aan de na-competitie. En we moeten gewoon in de thuiswedstrijden de punten halen. En we doen ook nog gewoon mee in de strijd om in de tweede periode. Want daar zijn we nu volgens mij halverwege. Dus we hebben 4 gewonnen en 2 gelijk. Nou, volgens mij doe je altijd mee. Als je plus gemiddeld 2 punten per wedstrijd haalt, dan haal je het wel. En volgens mij hebben we nu de laatste 6 wedstrijden hebben we 14 punten. Dus, yeah. We zullen het zien waar het gaat eindigen. Misschien wel een mooie na-competitie. Zou mooi zijn, want zeker in de vorm van de afgelopen week, wat je zegt, je verliest niet. Dus dat is iets voor Weespen zijnde. Een mooie iets om mee te nemen voor de komende week. En succes zondag tegen Apeldoornse Boys. En succes nog vanavond naar huisrit in het donker. Ja, dankjewel. Ik ben niet bang in het donker, dus dat scheelt.